Aan het eind van de middag kwam definitief het slechte nieuws. De familie Andropov uit Culemborg mag worden uitgezet naar Oekraïne. Sinds vorige week zitten de ouders met hun drie in Nederland geboren kinderen vast in detentiecentrum Soesterberg. En daar is ook onze verslaggever Maurits Straatman. Maurits, ja, wat moet dat een domper zijn voor de mensen ook die daar de hele dag nog actie gevoerd hebben? Ja, zeker. Dat is zeker niet waar ze op gehoopt hadden. Je ziet het hier, de protestborden, gemaakt door klasgenootjes van Arina, het jongste kind van het gezin. En er is hier nu een protestpicknick aan de gang. Klasgenootjes, maar ook mensen van actiegroepen, bijvoorbeeld Amnesty International, zijn hier om toch een laatste oproep te doen aan de politiek, aan staatssecretaris Harbers, om alsnog het besluit te nemen dat het gezin mag blijven. Vanmiddag gingen er een aantal klasgenootjes van het oudste kind, Maxime, een jongen van 14. Die waren hier binnen om Maxime en zijn ouders en zijn broertje en zijn zusje te begroeten. En ook de mentor van Maxime die ging mee naar binnen vanmiddag hier. We gaan vandaag op bezoek bij Maxime. Bezoek brengen aan de familie Andropov, aan Olga, Victor en Denise en Arina. En, ja, we weten niet of het een afscheidsbezoek wordt of een fijne om elkaar nog te zien en misschien tot volgend jaar. En ik hoop met de leerlingen die nu meegaan dat er ook gewoon even een leuk moment voor Maxime zal zijn waarbij een beetje ontspanning mogelijk is. We vinden het heel heftig. Het is, je wereld staat even op z'n kop. Het is heel lastig, heel moeilijk te bevatten dat dit nog in Nederland gebeurt. Ja. Het gezin Andropov woont al jaren in Nederland. Eerder waren ze te zien in een documentaire over het chaletpark waar ze wonen. Deze week protesteerden schoolgenootjes in Culemborg tegen de uitzetting. Vandaag, vlak voor het bezoek van zijn schoolvriendjes en de docenten, horen Maxime en zijn ouders dat de staatssecretaris geen uitzondering voor hen maakt. Ze weten eigenlijk helemaal niks. Ze weten niet waar ze heen moeten. Ze weten dat ze naar Kiev worden uitgevlogen, maar daar houdt het mee op. Ze weten niet door wie ze worden opgewacht, wat ze daar moeten doen, of er een huis is, of er helemaal niks. Ze weten niet wat er met hun spullen gebeurt. Hun hond zit momenteel in het asiel in Leerdam bijvoorbeeld. Wat gebeurt er met hun hond? Dat soort kleine dingen. Ja, ik zit hier nu op het protestpicknickkleed tussen Jago, Kian en Aiden in. Jij zit in de klas bij Dennis. En hij hier. En jij ook? Jullie vinden dat hij moet blijven, hè? Ja. Waarom? Ja, want ze wonen hier al 17 jaar in Nederland. En hun hebben ook een Nederlands paspoort. Dus ik vind wel dat ze ook moeten blijven na al die 17 jaar. Ja, en het kan zomaar zijn dat ze het morgen worden uitgezet. Ben je daar verdrietig over? Ja. Maar ik hoop nog dat ze mogen blijven. Dit als laatste poging? Ja. Hebben jullie dat zelf gemaakt trouwens? Ja. En voor mij denk ik niet laatste poging. Want ik denk als ze weg zijn dat ze dan nog steeds doorgaan met demonstreren. Dat we ze toch nog terughalen. Je bent vastberaden om te zorgen dat Denis gewoon nog terug kan komen. Ja. Oké. Nou, er wordt hier dus volop actie gevoerd. Hier voor de poort van het detentiecentrum. En de kids en ook de ouders, de mensen van de scholen waar de kinderen op zitten. Ja, die hopen toch dat de staatssecretaris Harbers zich bedenkt. En alsnog toestemming geeft aan het gezin om in Nederland te blijven. Goed. Maurits Straatman in Soesterberg, dank je wel.